We gaan naar Deens, naar KV, de Piepkukus en ook nog de krilkjes. Want eh, ja, ook in Deens hebben ze eh, aan het begin van het jaar de nieuwe heersers uitgeroepen. Op vrijdag 5 januari was het eh, de eer aan Prins Ruud met zijn prinses Kim om eh, uitgeroepen te worden. En op 7 januari zijn Jeugdprins Luca en Jeugdprinses Dewi uitgeroepen. En die stonden natuurlijk hier bij mij allemaal aan tafel. Een uh, groet gezelschap bij elkaar. Uh, welkom. Allereerst natuurlijk ook uh, een dikke proficiat. Um, Lotte we even bij u beginnen. Wie mogen ze de microfoon geven. Wie moet je het beginnen? Geen? Goed. Dan mocht jij mij gewoon vertellen wie blij dat je ziet. Dat je op moest gewoon als jeugdprins bij de kruikers. Ja, Ik vond het natuurlijk heel chic dat ik uh, werd uitgeroepen. En hmm. dat ik dit nog uh, mocht me meemaken. Ja, ja dat, dat, dat denk ik ja. Want weet je nog wanneer dat ze de vraag zijn komen stellen of dat je de jeugdprins moet worden? Ja, nu vier en een halve week geleden. Ja, kijk, de zes nog ja, niet heel lang zeg maar het wil bekijken dan. Nee. nee, maar wel een droom, denk ik, of dat toch niet? Nee, had, je, had je dus een droom? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel, ja. Want je ja. zei het al, ik ben blij dat ik het nog mij mocht maken. Dus ik kan me toch voorstellen dat je dat toch al een klein beetje een, een, een droom hebt ja, dat, ja. uh, dat het mocht. En dan gewoon nog even naar je collega's, Jeugdprinses Dewi. Dat vond voor ook heel fijn, zin. Ja. Ja, is voor ook net zo lang geleden dat, dat ze gevraagd is? Ja. Oké. Okay. En weet ze nog wie dat ze zich zin komen vragen? We zoo je naar de intraton gewoon. En toen moest mijn uh, pap eerst naar de wagen van Emes. En um, toen gingen we even naar binnen en toen zag ik Luca al zitten. En toen kwamen de adjudant en de vorst ook, ook al binnen. En toen begonnen ze erover. Ja, ja. En dan mocht je natuurlijk ook nog even terug naar Luca. Want nu weten we wie dat stichtje vroeg is. Maar hij zit ook doorheer gelokt. Met de vroeg of tegen je nu denk wilt weren. Wat hebben ze toen tegen je gezegd? Ja, We moesten een uh, foto maken. Dat was niet helemaal goed gelukt. Oh. Ja. <laughs> dat kan gelukkig met foto's. Hè? Met videoopname ook af en toe. Dat het een beetje op no-kan. Maar. Uh, dus, uh, en wat dacht je toen die dat uh, deewee binnen kwam lopen? Ja, ik dacht. Uh... Nog iets gebeuren. Ja. <laughs> nog iets gebeuren. Hoor. Toch spannend een beetje dan. Staat, ja. staat, uh, meneer. Ja, ik was wel in mijn kop aan het denken van wat... Uh... Wat gaat hier gebeuren? Ja, ja, ja dat geloof ik, dat geloof ik. Ja, dan gaan we even naar de, de grote collega's uh, van u, Want ook bij is er een moment geweest dat ze u gevraagd hebben. Uh, wanneer was dat? Uh, leste week september is dat geweest. Ja, dus dat is al uh, ja, toch al een buurlijk tietje terug inmiddels. Uh, wie hebben ze u gevraagd? Eigenlijk via mijn prinses. Oh, dus moet eigenlijk ze dan het verhaal vertellen. <laughs> dat mogen. <laughs> mogen ze ook allebei doen, dat vind ik dan wel prima, dus... Uh... Ik uh, uh, ben kapster. En toen uh, had ze uh, van een van de begeleiders die uh, de kapperij genietiet. Dus toen vroegen ze of ik hem een keer wilde knippen. En uh, dat kwam in een ovenje niet doet, Dus toen hebben ze smerigens vroeg uh, wie ze gediend op het hangen. waren bij ons de, in de biekeuken even gekomen <laughs> zitten op een keukenstoel. Het waren ze aan het knippen. En toen kwam de andere uh, begeleider binnen. En, uh, toen eh, ik kwam aan met een, met een aan aan de ene kant Prins Ruud en aan de andere kant Prins Rudy. Ja, dus. zo van in het kader van uh, is dat niks verrug samen. Ja, ja. ja, ja. Maar, maar wat denk je op zo'n moment? Oei, als ze dat me je doen. <laughs> oh, want? <laughs> want dat was nog even de vraag. <laughs> Oké, okay, dan ben ik wel benieuwd. Ruud, verklaar u nader. Ja, nou, ik ga niet per definitie, daar was niet mijn grootste wens om, om op te gaan, zeg maar. Schoon het was schoon vind. Hartstikke schoon. Je groeit je erin. Alleen, eh, eh, vader Toes niet echt over gehad natuurlijk. Mm -hmm. eh, ik denk dat ze wel een klein beetje geweten heeft van... Mm, ik weet niet of het per se wat voor een mes. Maar ze ze je, kun je niet eens naar de huis komen. Ik heb wat voor Ja, toen eh, ben ik naar de huis gegaan. Hè? En toen eh, kwam die tas met de steek voor de dag. Nou, toen was het nog een beetje van... Ja, laat maar eens even zien. En, Vervolgens in de prinsenbegeleiders nou een keer bij Os gekomen. En dat is uh, perfect gegaan ja. en volmondig, ja. Nou, ja, want jij je er natuurlijk even snel met elkaar over? Tuurlijk. En dan, uh, wat wordt wat er op zo'n zo moment besproken? Nou, gewoon alles, een beetje wie het leuk. ja. Je, 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 je neemt van uh, Utroping tot, uh, tot de carnaval, zeg maar. Zelf neem je door. En die proberen. Een enthousiast te maken, laten we dat zo maar zeggen. Je moet wat anders zeggen. Je moet wat anders zeggen. Ja, ja. ja. enthousiast. Okay. En dit is er gelukt. Dus ja. Uh, ja. Fantastisch, Jeroen. Uh, ja, en dan heb je natuurlijk zo'n moment hoe je in Nottover moet werken, hè? want je zegt het al, in september werd je gevraagd, begin januari werd je uitgeroepen. Um, wie mocht je zelf toch in mei denken in die uitroeping? We hebben dan niet in mei um, gedacht. Die prinsenbegeleiders die bedenken een heel leuk stuk, zeg maar. En die, uh, uh, of in, ons, in ons geval hebben die een heel leuk uh, uh, optreden bedacht, zeg maar op een bonte oven. Mm. En uh, daar hebben we in principe geen rol in gehad als op een bonte oven zelf. Ze willen dat het, dit heel, ja mocht ik zeggen, geheim mooie, Dus dat doen ze met het treden dat onze ja, uh, En zo tegen... je op dit moment in de zaal of ja. waren zijn nog niet ja. aanwezig? Ja. ze heeft een fijn filmpje gemaakt over uh, een gebeurtenis in Nevadentje. En door een stuk met, uh, met Ferry over, zeg maar, uh, die serie. Ferry ja. met die, uh, ja goed, uh, die drugsbaron zal ik maar even zeggen. En zodoende, uh, hij is vijf man uit de zaal gepikt. En hij is de, uh, de prins, zeg maar, uh, uh, willen rullen tegen de drugsbaron of hmm. de pillenmaker. En uh, ja, er is op podium, zeg maar, nooit filmpje, we meer ja Ja, want je zit op dat moment, op dat moment natuurlijk in de zaal. Uh, maar er is een moment dat je dan natuurlijk toch eventjes... Wel weg moet ja. Ja. je uh, op een of oven zelf. Zijn die, uh, zijn die mensen van het stuk. Die zin hebben uh, vijf mensen met uh, nagenoeg hetzelfde postuur. Zeg maar. Uh, voor zover als die te vingen. <laughs> Ook weer in die opgave. <laughs> ja natuurlijk. Oh. <laughs> zijn achter gegaan En Dench werd dat altijd in, in, in een sporthal gedood, zou ik mm. zeggen. Of in een gymzaal. En in de kleedlokalen hebben ze dat weer gescheeën, zeg maar. En uh, zijn er uh, drie mensen afgevuurd. En die twee mensen in de geul van dat filmpje, zeg maar. Uh, die zijn in één vrije en gegaan, zo gang. Ja. ja, wat natuurlijk wel het schoenen dan is. Omdat je, uh, um, met je. zit hoor. Je weet natuurlijk wel dat het moment dan komt dat je uitgeroepen werd. Maar de dag er ernaar maakte ze wel als prins de Nieuwe Bonte van Voort tot 1 Ja, klopt. Dus dat, dat is even voor het oog toch een beetje... Ja. Het is minder spannend, zeg maar, als de dag zelf tegen je uitgeroepen ja. ja, maar ik bedoel, het is, ja, het is ook een heel andere ervaring, denk ik. Want ik denk dat je op het moment dat je... Of, je weet dat je weer geroepen, dan, dan zie je toch angst naar de Bonte En dan denk ik dan dat je er echt als sprint zit. Klopt, klopt. Ik was bewust... Uh, Kim die, is, uh, die zit bij, de, bij het bestuur van de krilkes. Mm. En... Uh, <coughs> Ik ben behoorlijk in die toffel gaan zitten zeg maar, een <laughs> beetje apart, daar hebben we niet te veel beer en daar een beetje afzekers je zeg maar, en uh, dat is uh, perfect gelukt. Ja, dat is, kijk, dat is heel ieder goed gelukt. Um, gaan we even naar de uitroeping van XAME, uh, want dat is een paar dagen later geweest. Wie zoekt die uitroeping eruit? Nou, het was met uh, Snapchat locaties. Eerst had je adjudant voor het testen een uh, cover in plaats van een uh, foto. Zonder een en toen wist iedereen zeg, wel dat Tess altijd de hand was. Kijk, dat is dan eh, nummer één, de, de, ja. de, de bekendjes. En zo is dat bij allemaal gegaan? Nee, want bij, uh, toen moesten uh, alle krokes naar en mm -hmm. En toen kwam. Uh, Eerdere foto's stonden in de Rijgers-Org, dat is de gymzaal, woord, uh, hoe hij uh, uitgeroepen werd. Mm -hmm. Daar, stond uh, iedereen met een foto behalve vorst Koen? Toen zei ze dat de dezin natuurlijk natuurlijk was vergeten. Dus ja, toen wist ze ook dat uh, Koen vorst was. Ja, kijk en zo, feit het allemaal langzaam op zijn plek. Vond ja. je het spannend, je Echt wel. ja, ik ook. Ja, ik wist ja. al heel hard ook aan het, uh, aan het knikken dat het zo is. Vertel eens wie, uh, wie heeft ze dat beleefd Ja, Jo, er zaten al. Kinderen dachten al dat ik het was, maar ik zei van, nee, ik denk echt dat Tess het is. Maar ja, die was adjudant, dus toen kieken ze wel verbaasd. Mm. En ik moest natuurlijk wel mees, meespullen, maar ik moest nog dansen, dus toen kon ik dan even... Effe... Dus een klein beetje afleiding nog gehad, zeg maar. Yo. Ja. ja. Is, het wel, is, is het moeilijk geweest om het stil te houden? Ja, dat is wel een paar keer gevraagd. Ja. ja dat wil je toch ook tegen iedereen kunnen vertellen? Ja. Dat, dat kan wel uh, begrip ook. Uh, Kim, maar ik huur het net. Ik ben dan betrokken goed betrokken bij de, de krilkjes. Wees je er heel veel vanavond al of dat nog net net? Ja. Toch heel veel? Ja, ja dus ik inderdaad al uh, wie met jeugdprins een ging weren. Dus ik heb ook bewust al wat hakjes gekocht en ik een <laughs> beetje groet was. <laughs> dus uh, ja, dat is alles wel heel uh, ja. ja, leuk. Maar als je ook geen je jeugdprinses willen weren dan. Ja, eigenlijk waar, wel, wel. maar, maar ja, ja. me van de ene kant. Nee, dus, ja, uh... nee, dat is. Maar wie is het dan verdichtshow? Uh, want ik ben er natuurlijk wel mee bezig, maar ik weet er aan de andere kant ook dat je samen het prinspaar rotberen uh, van de piepkuik is? Ja, euh... de eerste vergadering van de Krilkjes was ik heel enthousiast van ik doe er alles met. En dat heb ik ook zoveel veel mogelijk uh, proberen vol te ooien. Maar ja, toen uiteindelijk wie WWE het geroepen waren. Hebben ze me heel snel heel veel dingen uit de hangen genomen dat twee heel veel op van kosten? Ja, nou, dat dat moet natuurlijk ook. Maar nou, dat moeten ook eh, wel wat sloppeloze nachten van gehad, maar eh, van, oh, ik heb dit gezagd en dat gezagd en je moet ik niks zeggen eigenlijk. Nee. Dus maar, ze hebben het me ja, heel goed ontvangen om alles op te nemen dat ik helemaal van kan genieten. Ja, nou, kijk, dat is in ieder geval hartstikke uh, uh, goed. Uh, nou ja, dan ben ik eigenlijk wel heel erg benauwd bij Want je zit uh, nu wel even een paar weken onderweg, heb je al wat, wat schoenen momenten gehad samen. Joh. Vertel eens, wat, wat heb je zo al gedaan. Ja, de, uh, de receptie van ons uh, mm -hmm. en de andere recepties van de andere vereniging. Ja. Vond je dat het leukste tot nu toe? Prinsdrijf. Ja. Oh, ja. ja, ik moet dat vragen, want ik heb er zo'n gooi verhaal over gehuurd. Dus dat is één goed feestje uh, geweest. Uh, heb ik begrepen, in ieder geval. Is er nog iets wat er gaat komen hoe dat je heel erg uh, veel zin in heeft? Ik heel erg goed naar de op optocht. Ja, maar dat is ook een schoen moment, hè. Dan uh, mogen ze ook lekker in het middelpunt stonden stoor je natuurlijk al, maar dan is het helemaal schoen natuurlijk om, om dat te mogen stonden. Uh, ja, als we even bij uh, je komen. Je moet natuurlijk ook uh, hij zal wat leuke dingen mogen doen. Zit er zijn wat nog recepties uh, geweest. Is dat dan voor u ook tot toe het schoonste? Ik vond, ik vond onze receptie, die vond ik, ja dat is afgelopen zondag geweest, die, mm. vond, ik, die vond ik geweldig. Hartstikke leuk wat er dan allemaal op begaafd komt. Mensen uit heuk heuk worden niet direct verwacht. De, de, de vereniging die allemaal wat leuks weten te vertellen, die is me 100% meegevallen. Vond ik echt leuk. Uh, we hebben nog wat, uh, ja, treffen treffen, uh, optocht liep me leuk. Uh, prinsen battle, hey en... Uh... En ja, de, de battle en, en Weert liet me gerst leuk. Ja, ja, dus, ja uh, dat is wel iets wat door de jaren her, zeg maar een beetje gegroeid is, maar ook veel verenigingen hier gewoon. Dus uh, ik heb er wel filmpjes van gezien, dus uh, ik wens ik bij deze al veel succes. <laughs> ja, 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 ik heb ook dingen over hier mag, gezien, dus... Uh, je moet je een beetje oefenen, hè. Ja, ja, ja nee, zeker. En je moet natuurlijk ook niet alles vuur leggen wat je moet doen. Laten dus we uh, um, het hier even over, uh, over de gaan hebben, want jij hier je schoon uh, op toffel uh, liggen. Um, Luca, vertel eens, wat hij uh, je op je schoenen daar die stond? Nou, er zit een draaitafel op want ik draai uh, toezegelgeerde uh, muziek. Ah, dus je kunt misschien nog wel toekomstig dishockey en collega van mij rijden. dan? Dat zou ik kunnen, Dat zou ik kunnen, ja. Kunnen, ja. <laughs> wat zit er nog meer op? Nou, ik heb een uh, voetbalshirt aan, want ik voetbal bij uh, de Eindse Boys, J13. Ja. Kijk. En dan, wat zien we er nog meer op? Een uh, FNR disco discobal. Mm -hmm. We zitten allebei bij de FACU. Dat is zo'n carnavalsvereniging, Zoiets. Ja, nou ja, ziet er toch hartstikke leuk uit. En dan hebben we de orde van. Dansen de koptelefoon. Nou, die ja. Dan gaan we even naar de vlucht Ruud. Die ligt er een klein stukje wieter op neer. Hè? Ja. Wat hij. Ja, zo'n is dit met een naam. Oh, wil je een klein beetje draaien? Zo. dit stijt met een naam. Um, ik ben een dagelijks leven donnetje landbouwmachines uh, machines verkopen. Mm. Um, en we repareren die ook weer in Ospol zeg maar. Um, dit is een, een, een machine wat we ja wat we verkopen. Die hebben we een beetje umgetoverd zeg maar. Uh, Ongeveer tijd dat ik uh, de 54 ste prins van de piepkuikers ben. Uh, Denk je hoort al, voorop uh, zit het kuken op met door in de hand uh, een schier en een kamp waar je het dagelijks leven met je die is. Ja, nou, ze komen toch alle schoenen in ja, met, dan ben je allemaal uh, lekker uh, terug te doen. Ja. Nou, dit, uh, het gaat helemaal goed komen dan Denk, daar ben ik uh, niet bang voor. Ik zit een uh, schoen vies weer. Voor um, ik, ja, voor degenen die mij hier hebben uh, Ja, wil ik eigenlijk allebei vragen om uh, met de vies te eindigen. Ik wil graag met de jeugd eindigen, want die hebben de toekomst. Dat is een beetje traditie geworden. Hé? Dus uh, als jij met dat divisie uh, zult willen beginnen, dan... Uh... Piepkuikens, het getuigebliefje in de schop, nog op. We dansen en draai door tot het allerlaatste oor.